4 kleine tuinripjes. Moet je, niet, moet je uitkijken dat je dus niet zo gaat. Dan kan je beter gaan staan. Dan zie je tenminste wat. Denk ik. In plaats zittend. Kijk. Moet je dus uitkijken. Hij moet helemaal naar die kant op. Okay. Langs. Die ook, want anders heb je weer dit gevalletje. Mm-hmm. Die doe ik even als eerst. Okay. Zo. Heb je hier al dus. Dat mag. Neetje. Daar gaat dus ook weer tuinripjes doorheen. Twee tuinripjes doorheen. Ja. Dan gaan we weer even kijken en wat de beschrijving zegt. Wat ik als eerst moet plaatsen. Nou, dat is dus de sensor. En dat is deze ding. Dus moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Dus ik ga zitten. Ja, ik ga zitten. Ik kijk even mee. Hebben we hier ook nog een plakstripje? Dat is heel erg handig. We moeten nu even kijken hoe die moet. Waarschijnlijk hier alweer eens langs. We gaan het meemaken. Misschien ben ik wel heel lang bezig om dit uit te leggen. Nee. Maakt helemaal niet uit. Even kijken, want hij zegt wel dat ergens een sensor is. Ja, kijk hier ook, ik weet niet of jullie dat zien. Hier staat een heel klein dingetje met sensor. Die moet dus naar de wiel toe. Alleen even kijken hoe we dat gaan doen. Oh, dat moet dus zo, oké. Gewoon deze ervan afhalen. En dat moet dus naar beneden. Dat moet naar beneden, dat is leuk. Dat is grappig. Dan heb je er gewoon even uit. En die gewoon even hier doorheen doen. Dan gaat hij er wat makkelijker doorheen. Aan deze kant. Zullen jullie het niet begrijpen? Jammer dan. Maar ik begrijp het wel. Hoop ik. Zo. En dan gaan we het eerste tuinripje vastmaken. Hartstikke idee. Moet je op een bepaalde hoogte zitten of maakt dat niet uit? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik moet gewoon hier al zitten. Omdat ik het zeg. Oké. Kijk, die zit. Mooi. Die heb ik verkeerd. Oh, anders wil dat niet echt, hè, mensen? Nee. Anders wil dat niet er doorheen. Nee. Dus dan moet het gewoon lekker zo. En het zo doen. Kijk. Het is me altijd eigenlijk gelukt, dus waarom nu niet? Dan hebben we hier ook de geweldige, mooie. Ja. En dan ga ik kijken hoe die moet. Nee, kijk er niet. Maar moet hier een stukje hoger, maar au, dat was mijn haar. De hoogte van dat ding. Je kan alles hier nog schuiven. Mooi.
dan ga ik hem gewoon even nog een stukje naar beneden halen, denk ik. Ik kom nog eventjes op die andere spaak namelijk. Oké, maar het telt nu het aantal omwentelingen van je wiel? Ja. Oké. Dus dat maakt eigenlijk niet uit hoe hoog die zit. Zo. We willen hem gewoon hier hebben. Oké. Ja, hij moet op de hoogte van mijn sensor zitten. Ja, goed, maar als je sensor dus hoger zet, dan maakt dat niet uit dat het ding ook hoger zit. Haha, dat was mijn. Kijk, want hier zit een magneetje aan. Dat is grappig. Dat is heel grappig. Nou, ik spleur hem toch hier alweer even op. Vind ik toch wel fijner. Vind ik toch wel fijner, ja. Ja, zo. Is toch wel goed. Nu zit die goed. Dat is één. Dat knip ik zo meteen wel weg. Dan ga ik naar boven toe. Want ik heb nog de fietscomputer. Ja. Die ervan afhalen. Ja, want we hebben ook nog een batterijtje wat erin moet. Ja, dat is heel handig dit. Ja, standaard 260. En dan moeten we kijken op welke wiel formaat hij straks moet. En of je wel erin wil. Kijk. Ja. Mooi. Dan gaan we even kijken naar welke fietsformaat hij heeft. Fietswielformaat. Welke fiets hebben we erin? En de omtrek. Dus ik moet de omtrek gaan vinden nu. Ja. Wielmaat en de omtrek. Dat is leuk. De wielmaat is 4,7. Even kijken, zeg ik dat goed? 4,7? Nee, dat is inch. Okay. Mag ik voor jou eventjes in mijn zaklamp? Kun ik even iets mee zien? Dat is mooi. Wielmaat? Voor de wielmaat in. Zodra u de batterij hebt ingevoerd, wordt 2060 weergegeven op het scherm. Eén van de getallen begint te knipperen. U dient nu de juiste wielmaat uit de onderstaande label in te vullen. Aangezien de computer voor de berekening gebruik maakt van de omtrek van het wiel, gemeten in millimeters. Oké. Dus ik moet weten wat voor wielmaat ik heb. Maar hoe kom je daarachter? Dat staat ergens in de band. Ja, zover was ik al, maar... Nou, ik hoop dat het goed in is gesteld. Want je moest dus ook eventjes zoeken op het internet van... Wat is jouw wielmaat in millimeters? Dus zoek even voordat je je batterij erin gaat doen, eventjes je wielmaat. En dan is het ook weer een stuk makkelijker, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm. En dan ga ik nu proberen, even kijken. Die er vanaf wordt. Ja, zo. Zit hier niks op? Nee, dat is mooi. Ik ga even erom langs. Dan ga je gewoon op je vingers kijken. Ja, je doet je best maar. Gewoon eens lekker zo, lekker beu. Ik pik hem weer verkeerd om, hè mensen. Weer verkeerd om. Zie je het? Ik moet hem dus andersom hebben. Ja. Kijk. Dan komen we weer ergens. Hè? Nee, ik doe hem weer verkeerd om. Ja. Nee, ik doe hem wel goed. Ik doe hem wel goed. Het is bedrog. Het is bedrog. Kijk, ik moet hem even omswitselen. Kijk. Ik moet hem gewoon even zo doen. Ik had hem waarschijnlijk al wel goed. En dan gaan we gewoon even. Zo. Dat is alleen. Die zit. Ja, ik vind het prima. Die dus. Ja, het is weer even heel wennen voor mij hoor, maar oké. Dat heb ik hem nou wel weer verkeerd om. Ik ga lachen als dat wel zo is, jongens. Ik kan het gewoon erin schrijven. Hè? Ja, erin schrijven, zo fijn. Maar daarom zeg ik al, dit is alweer voor mij al zo lang terug dat ik dit heb gedaan. Dus dat is even wennen voor mij, van hoe moet je dat ook weer doen? Ik doe hem al wel goed, maar hij wil even niet wat ik wil. Nee, hij heeft niks te willen. Nee, dat weet ik. Maar het is nog allemaal stroef. Oké. Kijk. Lekker. Hartstikke idee. Nee, dat moet ik zelf doen. Ja. Okay. Dat werkt nog even niet. Nee, niet helpen. Nee, niet leuk als je gaat helpen. Wil je het zelf doen? Ja, het doe je. Mag ik er even bij? Tuurlijk mag ik er even bij. Dat is fijn. Dat is zo mooi. Ik ga een keer bij de kalender zaten. Ja, dat is fijn. We zijn nu in de buiten. In de Wachtelaar. Ja. Erg mooi hier. Ja. En wat hebben we gedaan vandaag? Een fotoshoot gedaan van een verjaardag van iemand. Ja. En die was er erg blij mee. Een paar locaties gedaan. Ja. En daarna hebben we eventjes lekker gezeten en even een drankje gedaan. Ja, oké. Toen kwam er nog een losse fotoshoot, zomaar om de hoek kijken. Met? Met een leuke kleine hummeltje. Dat is leuk, hè? Ja, dat is heel leuk. Dus die man hebben we een kaartje gegeven die met een hummeltje op de foto staat. Ja. Hij wist niet dat er foto's gemaakt werden. Dat is ook wel grappig. Dat was heel grappig. En ik was er erg blij mee. Ik zei van, nou, wat is dit nou? Ik kreeg opeens een kaartje in zijn handen geduwd van, ja, foto hebben. Nou, eens kijken. Hij is naar ons toegekomen. Ja. Ik kan zeggen, oh gave foto's. Nou, dat. Even later stond opa met hummeltje op de foto, terwijl je dat niet wist. Dat is altijd leuk. Ook even laten zien van, nou, opa staat ook op leuk op de foto's. Oh, nou ga ik zeker een e-mail sturen dat ik die foto's kan krijgen. Dat, dus, dat is altijd leuk. Dus dat is zeker leuk. Dus dan gaan we zo weer naar huis. En wat gaan we weer thuis doen dan? Even een stukje lopen met de hond. Ja. En nog eventjes wat fotootjes bewerken. Ja. En nog even een brief schrijven naar iemand. Ook gebeuren. En dan uitprinten en dan zeker nog overhandigen ook. Ja, gewoon. Aan de deur? Aan de deur. Nee, niet aan de deur. Gewoon in de Waarom bus. Niet? Gewoon in de bus gooien. Wel nee. Gewoon in zijn eigen brievenbus. Overhandigen en dat is nog leuker. Nee, dat is natuurlijk. En zijn gezicht zien. Hoe die reageert. Nee, dat vind ik te veel werk. Oh. Dat hij niet thuis is. Wat dan? Ja, dan is het anders. Ik stuur gewoon een kopie van de brief naar deze en gene. Ja. En dan
zien we wel verder wat er gebeurt. Mooi. Toch? Ja. Oké. Wat moet jij, schat? Ga je ook zo mee? Briefje afleveren? Ja, ik kreeg dus een brief van het Geen en Deen. En, nou ja, ik zal het even kort houden. Ik heb dus een brief teruggetypt. En die ga ik dus zometeen op de bus doen. En ik heb het heel moeilijk gemaakt, want ik heb overal plakband. Overal. En dus ook achter heb ik ook allemaal plakband. Dus diegene krijgt het moeilijk met openmaken. Dus die gaan we zo meteen bezorgen. Yippie! Ja. Ja, zeer zeker. Mijn lieve knuffie staat hier. Ja, mijn lieve knuffie. En daar staat mijn grote knuf. Met de verrassing. Met de verrassing. Ja, verrassing. Lekker. Ja, verrassing is lekker. Altijd lekker. Hi knuf. Hi grote knuf. Straks weer echt knuffelen. Achter de camera. Niet voor de camera. Achter de camera, nee, dat is leuk. Niet voor de camera. Nee, maar ik doe het ook niet voor de camera. Ja, dat is het goed. Ja, goed hè? Als je me een beetje te tengels van dat ding afbreekt. Ik doe niks. Doe niks. Een reflectie? Nee. Ja, wel reflectie. Ik zie het. Niet test. Ja, dat is goed. Zet dan maar even. Allemaal lampjes. Zo, eventjes reclame maken. Hey Jim! Ik heb reclame voor je gemaakt. Dus hier kun je lekker eten. En bezorgen doet hij ook. Gratis. Mag ik een foldertje voor jou met gratis? Kijk, bezorgen doet hij ook gratis. Helemaal gratis bezorgen op zijn eigen terras. Ja, ook dat nog. Dat is mooi. Heb je het terras al gevlogd? Nee, nog niet. Maar dan laat ik aan jou even lekker over. Kijk, het is nou heel rustig. Dood. Alleen wij staan er 4 euro. Alsjeblieft. Ja, even kijken wat er allemaal het mooiste te doen is. Leeg terrasje. En wat hebben we hier? Een hele aanbouw. Met spelletjes. Voor degenen die dat nog niet geweten hebben geworden. Afsluiten allemaal natuurlijk. We gaan even kijken hoe het staat met de verrassing. Hi allemaal, laat het binnen zien. Ik laat binnen even zien wat voor verrassingen er komen. Ja, dag. Hier hebben we Jim. Druk bezig met mijn verrassing. Gaan we nou allemaal beleven? Ja, gaat u ons verrassen toch? Ik ga mijn best weer doen. Oké, okay. Top. Zo, lieve mensen, wij hebben eventjes ter onze spijt eventjes ook een kleine mededeling. Ja. Vanwege drukte zullen wij helaas genodigd zijn geen dagelijkse vlogs meer te maken, tijdelijk, hoop ik. Tijdelijk, inderdaad. En we zullen dan proberen een wekelijkse vlog te maken. En ons streven is weer terug te gaan naar de dagelijkse vlog over een aantal weken. Ongeveer over een week of drie, vier. Ja, wou jij het ook nog vertellen, schat? Woofie, hè? Woofie. Wou jij het ook nog vertellen, dan? High five. Poot. Poot, dan. Geen poot. Pootje. Mag ik pootje voor jou? Ja! Andere poot. High five. Andere high five. Nee. Niet deze? Is die goed dan? Die is goed hè? Ja, die is goed hè? Hetzelfde bodywork als een Cayenne.